Niets in de Nederlandse muziekwereld is, vind ik, verbazingwekkender dan het feit dat de houten metoten van het Concertgebouw zomaar het Concertgebouwkoor aan de kant hebben gezet. Was dat Concertgebouwkoor dan zo slecht? Maar in de Bels van Rachmaninoff, onlangs op compactdisc vastgelegd onder Vladimir Askenazy, komt het koor tot indrukwekkende prestaties. Indrukwekkender eerlijk gezegd dan de solisten. In Disco Tabel klaagde men naar aanleiding van die opname wel over de solisten, maar niet over het koor. Ook op veel andere, recente platen kun je horen hoe goed koor het is. Zeker in aanmerking genomen dat de zangers niet professioneel zijn. Vergelijk het Concertgebouwkoor bijvoorbeeld eens met het Orfeon Donostiarra, het koor waarmee Michel Plasson in Toulouse opnames maakt. Als je hoort hoe dat koor in de derde symfonie van Guiropats te werk gaat, kun je niet anders zeggen dan, het Concertgebouwkoor is doodgewoon veel beter. En toch, bruut werd het van de ene op de andere dag aan de kant gezet. Wat zit daar nu achter? Wil directeur Van Rooyen de sponsorgelden die voor het koor binnenkomen stiekem overhevelen naar het orkest? Hallo sponsors, let op uw zaak. Hier wordt een ragfijn spel gespeeld, om met de heer Bommel te spreken. Of hebben Van Rooyen en Polak er nog niet genoeg van dat ze een van onze beste dirigenten, Haitink, het leven onmogelijk hebben gemaakt? Moet in het kielzog van Haitink, die altijd zeer tevreden is geweest over het koor en daarmee prachtige Mahler-symfonieën deed, dat koor nu ook maar weggemoffeld worden? Ja, zeiden de heren Van Rooyen en Polak desgevraagd, de prestaties van het koor laten te wensen over. Er zijn diverse dirigenten die over het koor geklaagd hebben. Laatst, op een vergadering op 7 januari van het koor, werd de heer Van Rooyen het vuur na aan de schenen gelegd. Wat schort er aan het koor? Weer kwam hij met zijn vage formule. Diverse dirigenten. Welke dirigenten dan? Vroegen de koorleden. Diverse dirigenten. Verschillende dirigenten. Ja, maar noemt u nou eens namen? Maar Van Rooyen wilde geen namen noemen. Na veel vijf en zessen kwam Van Rooyen dan eindelijk, vlak voor de pauze van de vergadering en slechts onder hoge druk, tot het noemen van namen. Die diverse dirigenten, die verschillende dirigenten, bleken te zijn Ricardo Chailly en Ardoncourt. En Chailly dan alleen maar omdat de mannen van het koor onlangs een inzet hadden gemist bij Survivor of Warschau. That's all wat hem betreft. Meer weet hij ook nog niet van het koor. Maar ja, Chailly kan moeilijk op voorhand hier nog niet vol in functie voor het koor opkomen. Dat zou zijn positie tegenover Van Rooyen erg bemoeilijken. Die telt dus niet mee. Blijft over Ardoncourt. Het is bekend dat Van Rooyen zo verzot is op Ardoncourt dat hij diens schoenzolen wel wil aflikken. Maar is dat nu een reden om daaraan een heel koor, een voortreffelijk koor, op te offeren? Bovendien, Ardoncourt klaagt over het koor naar aanleiding van prestaties geleverd in 18e eeuwse muziek. Maar het koor is gespecialiseerd in 19e eeuwse muziek. In Mahler bijvoorbeeld. Dus ja, waar klaagt die Weense weerhaan eigenlijk over? Bovendien, Ardoncourt wil het de ene dag zus, de andere dag weer zo hebben. Hij studeert het koor zelf niet in, heeft daarvoor geen tijd. Laat het dan een ander doen en zeg dan, het is niet goed. Als getuige tegen het koor dient hij afgevoerd. Er blijft dus niemand over. Volkomen ten onrecht heeft Van Rooyen het koor de laan uitgestuurd en dat terwijl de dirigent Oldham zelf nog heeft voorgesteld om ontslag te nemen, zodat een andere, mogelijk betere dirigent zijn taak kon overnemen. Mocht niet baten. Democratie, inspraak, meebeslissen, geen denken aan. Van Rooyen heeft de Nederlandse muziekbeoefening een zeer slechte dienst bewezen. Niet het koor, maar hij verdient onverwijld weggejaagd te worden. Royer Van Rooyen. Gelukkig zijn er, dat is op een vergadering van 21 januari gebleken, mogelijkheden voor het koor te bestaan om zelfstandig door te gaan. U kunt daarbij helpen door vriend te worden van het Nederlands Concertkoor. Dan moet u een bijdrage storten op de AMRO Bank nummer 48 58 60 619 ten name van het Nederlands Concertkoor.